Het wordt steeds belangrijker voor de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen uit welk nest je komt, waar je bent geboren. Bijzonder goedenavond voor deze 18e editie van de Rotterdam Lezing in 2022. Een cadeau van de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus Trust Fonds aan de stad. Uit de Rotterdam Lezing, het is al gezegd, dat is een jaarlijks cadeau van het Erasmus Trust Fonds en de Erasmus Universiteit aan de stad. Dat doen we omdat we als motto een missie hebben als universiteit: creating a positive societal impact. Dus we willen een positieve maatschappelijke bijdrage leveren met ons onderwijs, met ons onderzoek en met alle activiteiten die we daar omheen doen. En dat is een van de redenen dat we ook heel nauw proberen samen te werken met de stad Rotterdam, de inwoners, de gemeente. Binnen de vraag van je familie moet je het hebben, richting dus twee subvragen. Namelijk van welke familieleden moet je het hebben? En wat moet je dan precies van die familieleden hebben? Ik deed promotieonderzoek naar kinderloosheid. En als je begint met dat onderzoek, ga je eerst verdiepen in de literatuur. En je gaat lezen. En alles wat ik las over kinderloosheid ging over vrouwen. En met name, wat zijn dan de gevolgen van kinderloosheid voor vrouwen? Niet zo voor mannen. Dus ik bedacht, ik ga mijn promotieonderzoek doen over kinderloosheid bij mannen. En wat vond ik? Eigenlijk de effecten van het niet hebben van kinderen waren even sterk voor mannen als voor vrouwen, alleen op andere domeinen. En toen dacht ik, als kinderloosheid dan zo'n belangrijke impact heeft op het leven van mannen, wat doet het krijgen van kinderen dan met mannen? Wat doet het verschiet in de ouderschap met mannen? Wat doet het vaderschap met mannen? Maar ook, zoals Inge het aangaf, wat doet het vaderschap en met name de pedagogische rol en betekenis van vaderschap nu met kinderen? Het idee was dat vaderschap voor mannen een veel minder belangrijk onderdeel van de identiteit was dan het moederschap voor vrouwen. Maar ook het idee dat moeders voor de ontwikkeling van kinderen en voor de opvoeding veel belangrijker waren dan vaders. Dus ook daar werd voornamelijk de nadruk gelegd op de primaire opvoeder. Oké, maar als een vader dus uitmaakt voor de gedragingen, voor de opvoeding van kinderen, voor de ontwikkeling van kinderen, hoe dan? Wat doet hij dan? Hoeveel tijd spendeert hij met zijn kind? En als hij tijd spendeert met zijn kind, is dat dan anders dan moeders dat doen? Is dat complementair aan moeders? Lange tijd was het volgende plaatje het beeld in de wetenschap over het unieke van de vader. Het idee inderdaad dat vader op een vrij risicovolle manier stoeit en speelt met het kind. Het kind ervaart dat misschien nog wel iets risicovoller en iets spannender dan vader dat zelf zou doen. De perceptie van het kind is dus iets extremer. En voor moeder is dit echt te risicovol. Dat was lange tijd het stereotype idee wat men had bij die rol van die vader. De metafoor die in de literatuur vaak wordt gebruikt is dat vaders de brug zijn naar de sociale buitenwereld en moeders meer het veilige nest. En dat vaders het kind meer voorbereiden op hetgeen wat er buiten het gezin zich afspeelt. Vaders zijn dan wel relatief minder betrokken, maar als je kijkt naar de samenhang tussen hun opvoedgedragingen en de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen, daar zagen we geen verschillen tussen vaders en moeders. Je mag het eigenlijk net zo van je vader hebben als van je moeder. Want de manier waarop hun opvoedgedragingen samenhangen met die ontwikkelingsuitkomsten van kinderen, die is hetzelfde. Want als vaders, en met name laag opgeleide vaders, minder betrokken zijn bij hun kinderen, dan is het belangrijk om die vaders meters te laten maken, want oefening baart kunst. En zeker net na de geboorte van het kind is het zo belangrijk om een goede afstemming te hebben met je kind, om vertrouwen te krijgen in je rol als ouder en om de mogelijkheden te hebben om daadwerkelijk die kennismaking met je kind te hebben, zeker te worden in je rol als ouder. En daarmee komen we ook, wat net al werd aangestipt, bij verlof en verlofregelingen. Want daarmee kan je, aan die knoppen kan je draaien en kun je zorgen dat die meters daadwerkelijk worden gemaakt. Lange tijd hadden wij in Nederland maar 2 dagen betaald verlof voor vaders en partners. Dat was 1 dag om bij de bevalling te zijn en 1 dag om naar de burgerlijke gestand te gaan en je kind aan te geven. En dan was het, gaat u weer aan het werk. Onder invloed van wetenschappelijk onderzoek dat liet zien dat die vaders echt een belangrijke opvoeder zijn. He, vaders zijn ook ouders. En ook onder maatschappelijke druk. He, dat de wetgeving
ook genereuzer moet zijn voor vaders en voor partners, is die wetgeving verruimd. In 2019 kwam naast die twee dagen kwamen er drie aanvullende dagen bij. Dus de eerste week rondom de geboorte van het kind kunnen vaders verlof opnemen. En inderdaad, sinds juli 2020 is daar 5 weken aanvullend verlof bijgekomen. En uiteraard was ik en met mij heel veel onderzoekers heel erg benieuwd naar hoe wordt dat verlof nu opgenomen? Hoe effectief is dat om vaders meters te laten maken? En wellicht heeft u het gezien. 11 mei van dit jaar kopte de Volkskrant aanvullend geboorteverlof erg in trek, maar vooral bij de hogere inkomens. Dat verbaasde mij niet. En u wellicht ook niet. Want dat aanvullende geboorteverlof wordt voor 70% doorbetaald. Dus als jij als gezin moeite hebt om die eindjes aan elkaar te knopen, dan red je het niet met 70%. En de cijfers zijn huishoudens die meer dan 4.000 euro netto per maand krijgen. Onder die huishoudens nam 85% geboorteverlof op. Maar onder gezinnen die minder dan 4.000 euro verdienden per maand, was dat maar 63%. En dat is ontzettend jammer. Want dat zorgt ervoor dat deze verlofregeling, dat die vooral aantrekkelijk is voor ouders die het financieel al goed hebben. En dus juist de kinderen in die families kunnen profiteren van zowel de financiële hulpbronnen van hun ouders als de tijdsinvestering van hun ouders. En dat draagt bij een ongelijkheid. Die kloof in het opnemen van verlof kan overbrugd worden. En zeker aan deze knoppen van het aanvullend geboorteverlof kun je draaien. In plaats van 70% vergoeding, maak het 100%. En uiteraard, de overheid wil graag budgetneutraal zijn. Dus maak hem 100% met een cap. Zeg gewoon, als u meer verdient dan 4.000, 5.000 euro als gezin per maand, alles daarboven krijgt u niet vergoed. Want u heeft voldoende financiële buffers om die 5 weken met het minder inkomen uit te kunnen. Als je dat doet, maak je het verlof juist aantrekkelijk voor die vaders en die partners die je wil dat ze extra meters kunnen maken en extra betrokken kunnen zijn. Het wordt steeds belangrijker voor de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen uit welk nest je komt, waar je bent geboren. En de eerste verklaring is het Family Investment Model, het familie-investeringsmodel. Het idee dat hoger opgeleide ouders meer in staat zijn, meer bereid zijn en ook meer bewust zijn van het investeren in die activiteiten en in die gedragingen die in die specifieke samenleving de beste resultaten geven. Betekent dus niet dat ouders met minder opleidingsniveau slechte gedragingen laten zien, maar meer dat hun opvoedvaardigheden niet op dezelfde manier worden gewaardeerd in de samenleving en tot dezelfde resultaten leiden voor hun kinderen. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat hoe ouders leerkrachten bejegenen, dat dat gewoon verschil geeft tussen hoger en lager opgeleide ouders. Als een kind een CITO-score heeft waarvan de ouders denkt, mijn kind kan beter, gaat die hoger opgeleide ouder naar de leerkracht toe en die zegt, ik ben het er niet helemaal mee eens, hoog het een beetje op, zorg ervoor dat mijn kind naar het VWO kan. Waarbij de lager opgeleide ouder veel meer de leerkracht als expert ziet en berust in het oordeel van de leerkracht. De tweede verklaring is het family stress model. En het stress werd net al genoemd. Het idee is dat opgroeien in een gezin met weinig inkomen, het meemaken van armoede, dat leidt tot financiële stress en slechtere mentale gezondheid van ouders. En dat ze daardoor minder goed in staat zijn om de goede, de juiste, de meest adequate, succesvolste opvoedvaardigheden te laten zien. En dat vervolgens een nadelig effect heeft op de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen. Het goede nieuws is, als we dat weten, is het ook mogelijk om die intergenerationele ketting eigenlijk te doorbreken. Het is mogelijk om aan de knoppen te draaien van beleid en van interventies. En ik wil graag met u 2 voorbeelden van onze eigen onderzoeksgroep meenemen en doornemen, om te kijken hoe je daadwerkelijk ook aan de hand van beleid en aan de hand van interventies die ongelijkheid kunt reduceren. En het eerste onderzoek wat ik wil laten zien gaat over werkloosheid. Door werkloosheid is er uiteraard in het gezin een daling van inkomen. In hoeverre werkt dat nu door in de ontwikkelingsuitkomsten van kinderen? En wij waren in dit onderzoek geïnteresseerd in de timing van werkloosheid. Is er zoiets als een slecht getimede werkloosheid? En we keken naar de onderwijspaden van kinderen. Maakt er nu uit
die werkloosheid of het kind doorstroomt in de HAVO of VWO versus het VMBO. Kan dat nadelige effect van werkloosheid nu gebufferd worden door hogere financiële hulpbronnen van het gezin zelf of door meer genereuze werkloosheidsuitkeringen? We zien voor moeders geen significante effecten. Een slecht getimede werkloosheid van moeder maakt niet uit voor het onderwijspad dat haar kind doorneemt. Voor vaders, links, zien we dat wel. Hopelijk kunt u ook achterin zien dat we blauwe en rode lijnen hebben. Waarbij de rode lijnen staan voor de gezinnen die ondergemiddeld inkomen hebben. En juist daar zie je dat een slecht getimede werkloosheid, zo vlak voor de CITO, ervoor zorgt dat de kans dat een kind naar het HAVO of het VWO gaat significant kleiner is. 15% kleiner zelfs. Dat betekent dat hoe genereuzer die werkloosheidsuitkering is, hoe minder nadelig het effect van een slecht getimede werkloosheid is. En als we zelfs helemaal zeer genereuze werkloosheidsuitkering hebben, is er geen nadelig effect meer van een slecht getimede werkloosheid op de onderwijscarrière van kinderen. Anders geformuleerd, we kunnen dus daadwerkelijk aan die knoppen van beleid draaien om te zorgen dat die intergenerationele effecten worden gereduceerd of zelfs worden doorbroken. We zijn niet alleen maar als Erasmus Universiteit bezig om te zorgen voor die maatschappelijke impact. Maar we zorgen ook juist dat we juist de samenwerkingen zoeken met andere universiteiten. Met de TU Delft, met Erasmus MC. En binnen Spring willen we juist kijken naar het reduceren van gezondheidsverschillen in Rotterdam. En specifiek de gezondheid van mensen op Rotterdam-Zuid verbeteren. En ook daar slaan we de handen in één. Met deze drie universiteiten, met de hogeschool, met de gemeente, met maatschappelijke partners en met de burgers zelf. En alleen zo'n integrale aanpak is in staat om echt het probleem goed te doorgronden en ook te komen tot oplossingen die echt structureel zijn. Ik hoop u vandaag te hebben laten zien dat je het zowel van je vader als je moeder mag hebben, maar dat we juist lager opgeleide vaders iets meer meters mogen laten maken en dat kunnen faciliteren aan de hand van beleid. Ik hoop u ook te hebben laten zien dat familie een grote rol speelt in wat ze meegeven aan de volgende generatie. En dat dat leidt tot ongelijkheid. Maar ik heb u hopelijk ook laten zien dat het mogelijk is, wanneer je kennis benut die bij alle verschillende actoren voorhanden is, om tot structurele oplossingen te komen en die ongelijkheid te reduceren. Daarvoor is wel politieke bereidheid nodig en ook een aanpassing van het systeem. Maar ik geloof dat het mogelijk is in de toekomst dat je het van je familie mag hebben, maar niet per se moet hebben. Ik dank u heel hartelijk voor uw aandacht.